Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga vandaag collectieve reading doen. Gisteren ja, had ik er niet zoveel trek in om het te doen, want ik was heel erg rillerig, een beetje rillerig. Een beetje een raar gevoel gisteren. Een beetje zweverig, een beetje van de wereld af gevoel. Een beetje wazig. Dus ik heb me maar rustig gehouden, dus ik denk... Ja, ik ga rustig een beetje. En vandaag gaat het wel beter. Maar het was een beetje een raar gevoel gisteren. Ik weet niet wat het was. Maar goed, we gaan eind juli gaan we op vakantie. Mijn man heeft 4 weken vakantie altijd. We gaan niet ver weg hoor. We gaan naar de Achterhoek. Hebben we een natuurhuisje geboekt. Gewoon bij een boerderij achter. Dus daar gaan we heen een weekje. En voor de rest gaan we misschien, eindje rijden, misschien Duitsland. Kijken of daar niet de beperkingen meer worden. Ik hoor alweer over mondkapjes en zo. Maar ja, dan moeten we gewoon eten meenemen. Dus, ik heb echt geen zin om in de zomer met een mondkapje op te gaan lopen. Hij is wel natuurlijk geprepareerd, maar goed, aangepast. Maar goed. In ieder geval, dat gaan we doen van de zomer. Mijn man heeft altijd ook vrijdag, zaterdag, zondag altijd vrij. En heel vaak gaan we gewoon 3 dagen de hort op. Mijn man is niet zo'n type die dan thuis kan blijven. Maar ja, ik ben door de week al thuis zat. Dus ik vind het niet erg. Ik ga wel met hem mee. We doen altijd alles samen wat dat betreft. Goed, laten we beginnen met de collectieve reading. Vergeet niet te liken, te abonneren. Ja, volhouden. Ja, volhouden tot aan de finishlijn. En dat is, de klokje tikt wel door. Dus het is op divine timing. Hè? Je kan er eigenlijk niks aan doen als je iets wil bereiken. Het is een kwestie van, lange adem. Want iets is nog niet voltooid. Dus het is nog een kwestie van, blijven doorlopen of rennen, wat je maar wilt. Divine timing zal voltooid zijn. Tijd om te gaan. Ja, en dan mag je gaan. Misschien helpt het universum jou mee met het proces. Ja, want dit is nog niet voltooid, omdat jij nog niet aangekomen bent bij je bestemming. Je zit nog een beetje in de mist. Het is nog allemaal vaag wat er gaat gebeuren. Goed, verklaar de kaart voor volhouden alsjeblieft. Engelen. Ja, dankbaarheid. Je ziet ook een hart, hè? Volhouden voor de liefde. Ze is ook zwanger, dus volhouden. De baby wordt geboren hier. En daar mag je dankbaar voor zijn, want die liefde komt wel. Ja, het is allemaal mysterieus, mystiek. Je weet eigenlijk niet wat voor kant het op gaat. Je moet wachten op de fine timing. En de paas is natuurlijk ook de kruinchakra. Dit zijn de chakra-kaarten. Dat is een verbinding met het universum. Ja, die bepalen wanneer dingen gaan gebeuren voor je. Wanneer je die finishlijn bereikt hebt en ze zeggen, nou is het tijd om verder te gaan in je leven. Want misschien lukt het niet zonder het universum. Responsive. Ik weet niet wat het betekent, dus ga ik even nakijken. Ook weer de paas. Het is hoop paas. Dus hoop de verbinding met het universum. Responsive. Is het bittersweet. Hier staat ook.
Ik vind de uitweg, je gaat de uitweg vinden door actie te ondernemen. Er is een stagnatie, dus iets is niet voltooid. En je moet de consequenties accepteren. En vertrouw je ook op jezelf. Je voelt je hulpeloos omdat die symfonie nog niet voltooid is. Maar er komt verandering. En er komt actie. Er komt vooruitgang. Je wordt aangemoedigd door het universum. Ja, ga niet in je slachtoffermentaliteit zitten. Je voelt je slachtoffer eigenlijk van de situatie. Dat moet je loslaten. Dat moet je loslaten. En dat is je hartchakra, de groene. Hartchakra. Goed, wat is er nog meer? Heilige bron. Ja, ga in rust. Zoek het contact met het universum. En ga je reinigen. Heel belangrijk. Wees dankbaar voor het goede op je pad. Het hol van orgagon. Ja, je zit eigenlijk in een soort hol. Je weet niet hoe je eruit moet komen. Het is allemaal onduidelijk, want je moet die divine timing afwachten. Misschien heb je teruggetrokken uit de situatie. Maar weet dat er een onverwachte bezoeker kan komen op een gegeven moment. Die zit misschien al naar jou te luren. De onverwachte bezoeker. Ja, het is ook een kwestie van kiezen. Ga uit die slachtoffermentaliteit. Wil jij doorgaan? Wil jij je doel bereiken? Dat mag je gaan kiezen. Wat voor pad wil ik lopen? Kies ik een pad die mij heel veel geluk brengt. Ja, je wordt in ieder geval beschermd. Dat is een zwarte tourmalijn. Die helpt ook waarschijnlijk bij bescherming. Agaat. Zorg voor een gezond lichaam. Let op je lichaam, hè, dat je goed en gezond eet. Verwaarloos jezelf niet. Lapis lazuli. Past lijf. Ja, misschien komt die onverwachte bezoeker wel uit een vorig leven. Heb je iets al mee gedeeld? Ja, je komt weer in je kracht te staan. De sunstone, de zonsteen. Dus niet meer in die slachtofferrol. Je gaat kiezen en je beseft dat het tijd is om te gaan. En je krijgt daar de kracht van het universum. Goed, laten we kijken wat er nog meer speelt. Ja, bouw op solide grond. Misschien heb je dat niet gedaan in het verleden. Dat moet je nou wel gaan doen. Op solide basis gaan bouwen. Vaste grond. Dat niet dingen weer eens gaan storten. Ja, leef je ziel en niet een rol die je speelt.
Zoek de verborgen mooierheid, treasures, schatten. Zoek de verborgen schatten. Ja, vergeef en forgive en forget. Vergeef en vergeet het. Keep your commitments. Hou je aan belofte. Belofte die je misschien gemaakt hebt met het universum. Je verbinding die je misschien hebt afgesproken. Goed, van deze hebben we al gehad. Gaan we naar de volgende. Het kan die commitment zijn met die onverwachte bezoeker. Ja, vertrouw het grote mysterie. Ja, twee keer mysterie. Het is heel onduidelijk, hè. Je weet totaal niet waar je aan toe bent, wat er precies gaat gebeuren. Het is een kwestie van overgeven aan het universum. Be at home. Ja, ga je thuis voelen. Ga je thuis voelen in een nieuwe situatie straks. En leer van het verleden. Wat er allemaal geweest is, wat je allemaal op je pad hebt gehad. In ieder geval, er komt overvloed. Dat gaat ook toenemen. En je mag je eigen liedje gaan zingen. Misschien heb je dat nooit gedaan, maar je mag nu echt voor jezelf gaan zorgen. Echt je eigen liedje gaan zingen. Even wat tarotkaarten. Dat is veel te veel. Nou, die wil eruit. Zes van Pentakels. Ja, dingen waren niet in balans. Tussen jou en iemand waarschijnlijk. Je kan alles manifesteren wat je wilt. En je moet wel dat goede, juiste mindset hebben, hè, om het te manifesteren. Om ervoor te gaan. Ja, een nieuw begin met communicatie, duidelijkheid. Dat wachten. Dingen, beslissingen nemen. Duidelijk weten wat je wilt. Ja, niet meer treuren van wat geweest is. Er staan twee mooie bekers achter je. En dat kan een liefdesbeker zijn die op je wachten. Die op je wacht. Die klaarstaan voor je. Dus treur niet over het oude. Er komt weer overvloed. Vertrouw het universum voor jou in je gedachten heb. Die wil ook. Die neem ik ook. Goed, zes van Pentakels. Je gaat echt weer naar rustige wateren varen. Ja, je gaat weer die passie voelen, creatief zijn, blij zijn. Dus de passie wordt echt weer aangewakkerd om nieuwe dingen misschien te doen. Dus hou je niet meer vast aan oude dingen. Laat het gaan, laat het gaan. Jouw dromen hebben een praktisch plan nodig. Volle maan in stier.
Dus misschien moet je plannen maken in je hoofd van hoe ga ik dit aanpakken? Ja, de antwoorden die je nodig hebt, die komen volle maan in tweelingen. Dus je wacht misschien nog wel op antwoord, op duidelijkheid. Die komen dus, die antwoorden. Er komt ook geluk. Nieuwe maan in boogschutter. Misschien heb je te maken met een stier of een tweeling. Of met een boogschutter. In ieder geval, ja, je gaat gelukkig worden. Het gaat je meezitten. En je gaat de weg ook vinden. En je gaat ook helen deze periode. Het is natuurlijk heel zwaar en heel moeilijk. Dat ga je allemaal helen. Dus hou ruimte voor het nieuwe, hè? Hou ruimte voor het nieuwe. Wat komt? Wees voorbereid. Je bent bijna bij de finishlijn. Slechts een kwestie van tijd. Ja, je mag bewegen en actie ondernemen. En echt voor jezelf opkomen. Hè? Met die kikker is het echt laten vechten. Ja, je mag je oude huid afschudden. Dus ja, het komt een vernieuwing. En dan mag je baden in vreugde en in licht. Hoe mooi is dat? We kijken op liefdesgebied. Als het over de liefde gaat. Ja, je bent een beetje verstrooid. Er is verwarring in de situatie gekomen. Blijf gefocust, hè? Hou ruimte ook voor het nieuwe. Misschien is er iemand anders op je pad gekomen. Dat kan, hè? Ja, deze persoon is je twin flame. Dus het is een beetje een tweelingziel reading dit. Jullie draaien steeds rondjes om elkaar heen. Dat is niet de bedoeling, hè? Het is de bedoeling dat je elkaar gaan vinden. Retreat, het is tijd voor zelfreflectie. Ja, meestal moet je zelf weer even terugtrekken als tweelingziel. En om eventjes alles op een rijtje te zetten. Rust is heel belangrijk dan. Ja, omdat ja, je wacht eigenlijk op de voltooiing van het proces. En dan is het beter even om ja, rust te nemen. Welvaart, er zijn mooie dingen onderweg. Aangetast. Deze relatie behoort tot het verleden. Ja, dat is een vorige relatie waar jij dus een keuze in moet maken. Kan een werksituatie zijn. Want dat past niet meer. Het is aangetast. Dus ja, de sleutel is er niet meer. Er is geen geluk meer waarschijnlijk. Het is misschien een gewoonte dat je misschien bij in een situatie blijft. Omdat je het eenmaal gewend bent. Omdat je misschien denkt. Ja, wat zullen mensen zeggen? Dat kan ook, hè. Ik ga nog even een paar tarotkaarten nog doen. Van mijn andere tarotkaartendekje. Mijn mini-dekje. Dit is de Ten Witch Tarot. En de andere was. Hoe heet ik weer? Manga tarot, geloof ik. Dat was te veel.
Ze zijn niet zo niet zo veel gebruikt, dus dan zijn ze nog een beetje niet zo soepel. Ja, ik doe gewoon zo. King of Wands. Ja, weer die passie. Er is zoveel passie. En je wil iets anders. Hè? Je wil iets anders in je leven. Hier heb ik weer een lampje bij je. En je moet misschien wel door hevige regenstormen heen. Hè? Kijk, het is echt regen. En ze hebben de paraplu op. Maar toch wil jij die passie achterna. Dus je toch wil jij vliegen. Vrij vliegen eigenlijk. Ondanks tegenwind en regen. Ace of Cups. Ja, je wil voor de liefde gaan. Je wil die kikker kussen. Schappig. Je wil die kikker kussen. Want je wil dat hij een prins wordt. Dat hij jou de liefde kan geven. Jullie elkaar de liefde kunnen geven. Een nieuw begin in de liefde. Ja, dan moet je wel door stormen heen. Five of Cups. Ja, je wil je mooi maken. Er is iemand die biedt haar een mooie snoer aan. Zie, zo'n mooie kralensnoer. Dus je wil je opmaken, mooi maken voor die nieuwe liefde. Ik zit echt mee met een oogschaduw en make-up. Ja. Three of Cups. Ja, je wil gelukkig zijn, feest vieren. Ja, dat hij je vasthoudt. Dat wil je graag. En hij heeft een boek bij. Hij is wijzer geworden. En je zit hem eigenlijk een beetje lijkt om een schep honing of zo te geven. Uit die pot. Ja, iets lekkers. Je wil hem graag iets lekkers geven. Iets uit wat jij gebrouwen hebt. Misschien hou je erg van koken. Mannen zeggen de liefde van de man gaat door de maag. Hè? Dus, en hij is een stuk wijzer geworden. Het is toch wel een vrolijke kaart. Ja, achterwands. Ja, overwinning. En de kikker is... Ja, hier... Dat is zo grappig. Nou, hier zie je dus dat ze hem wil kussen, hè? De kikker. En zie daar, hier, de kikker is al de prins geworden. Die stijgt zo als een prins. En zij denkt, yes, daar heb je hem. Ja, echt van staven, de overwinning, feest, vreugde, vuurtje heb ze in de hand, de fakkel. Ja, en er moeten nog wel dingen uitgesproken worden. Weer zie je die kikker. Moeten wel weer dingen uitgesproken worden. Maar zijn er wel dingen wat verborgen is gehouden voor elkaar. Dus dat mag hij straks doen, hè. Jouw geliefde, jij ook tegen hem natuurlijk. Ja, de verhalen zullen wel komen dan tegen die tijd. Goed, nog even... Nog een maankaartje. Ja, neem de leiding. Dit is een nieuwe maan in Steenbok. Step up and lead. Ja, stap op uit de oude situatie. Neem de leiding op je. En blijf rustig. Last quarter moon in Cancer, in Kreeft. Take a breeze, return. Ja, haal adem. Blijf rustig onder alle omstandigheden. Ga uit je slachtoffermentaliteit. Dat brengt je nergens. Dat brengt je echt nergens.
En dan deze. Ja, last quarter moon in Scorpio, schorpioen. Dat doet dingen openbaren wat je nog niet zag. En dan de first quarter moon in tweelingen. Speak your word into being. Ja, spreek je waarheid, ga praten met elkaar. En ja, feest, vreugde. Er zijn echt mooie dingen onderweg. En feest en ja, elkaar vasthouden. Die kikker wordt echt die prins. Maak je mooi. Zodat jullie ja, een mooie toekomst hebben samen. Nog eentje gelukkig al. Ja, douw door alle onzekerheden heen. Push through all any insecurity. First quarter moon in Cancer, ook weer kreeft. Dus ja, kreeft is weer aardig aanwezig hier. Ook steenbok en tweelingen. Goed, ja, je moet alle onzekerheden doorzetten. Vertrouwen op het universum. Niet in de slachtoffermentaliteit blijven. Bijna bij de finishlijn. Het is nog even divine timing, want er is nog iets niet afgerond. En dan is het tijd om te gaan. Om te gaan op je pad. Ook al is het nog onzeker. Ben je nog onzeker waar het naartoe leidt? Dat is gewoon gaan en zien waar je terecht komt. Hè? Dus gewoon vol vertrouwen in het universum. Je stappen zetten. Dus je leiding nemen over je leven. Om een solide grond voor jezelf te bouwen weer. Hè? Ja, er wordt soms dingen afgebroken. En dan moet je opnieuw iets opstarten. En dat is weer lastig. En misschien moet je het nou alleen doen. Ben je niet gewend. Vind je het moeilijk. Maar vertrouw gewoon dat het goed komt allemaal. Dus blijf hopen. Blijf vertrouwen. En dan moet jij door alle onzekerheden doorheen breken. En communiceren wat je voelt. Dus je mag echt de leiding nemen. Door alle onzekerheden gewoon doorzetten. En doen wat het universum van je vraagt. Waar jij droom over krijgt. Waar je inzicht over krijgt. Ook al denken van ja, maar dan en dan en dan. Hoe moet het dan verder? En wat voor consequenties heb het allemaal? Ja, je moet altijd luisteren naar het universum. Dat doe ik ook altijd. Ik luister naar het universum. Dat is de beste manier. Dus niet te veel te verzetten. Accepteren dat het gebeurt. Wees ook niet boos op het universum. Het universum wil echt het allerbeste voor je. Ook al lijkt het er niet op. Hè? Dan denk ik, waarom vraagt het universum zulke dingen aan mij? Maar ja, dan is het toch dat de oude situatie niet meer past bij je. Ook al ben je het gewend, dan moet je toch bepaalde keuzes gaan maken. Goed, dit was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!